Dus die man die zegt tegen mij, hij zegt, Kuijman zegt hij. Hij zegt, aanstaande vrijdag staat er iets verschrikkelijks te gebeuren. Ja, dat had ik al. Toch niet dat die man dat zei? Nee, dat jij het zei. Nou dan. Ja, maar het maakt mij niet uit of jij het zegt of die man het zegt. Tuurlijk wel. Nee, het maakt niks uit, voor mijn artikel niet. Die man is professor. Ja. Professor dokter F.J. Schouten. Die man is dus professor en dokter. Jawel. Van het Perceptie Instituut in Eindhoven. En die zei dus... Ja, wil je het nou weten of niet? Ja, een beetje opschiet, want ik wil het vanavond nog af hebben. Jij wil het in de bruine hebben, hoor. Ga nou maar door. Voor mij hoeft het niet. Oké. Ja, nee. Nou ben ik net begonnen. Dat bedoel ik. Nou. Die man die zegt dus, die professor... Ja, professor dokter. F.J. Schouten. Van het Perceptie Instituut in Eindhoven. Die zegt tegen mij, hij zegt, Kuijman, er staat iets verschrikkelijks te gebeuren, want aanstaande vrijdag is het de 13e. Nee, hè. En dan is het precies 13 jaar geleden dat we hier in Zeeland de watersnoodramp hebben gehad. En trouwens hier op Zuid ook. Nou, dat viel wel mee, hoor. Dat viel wel mee, hoor. Jij zat in Vlaardingen, hoor, Stofvis. Ja, maar de dood was weggegaan. Hier lagen ook overal de zandzakken voor de deur, hoor. Schijn nou toch uit, ja. Simon, hier zijn verschillende mensen omgekomen. Enkel in Zeeland. Nee, ook hier in Zuid zijn een heleboel mensen verzopen. Ja, in de Tijl. Nee. Nee, bij mijn oma Leo. Bij oma Leo? Ja, is zijn hele kelder volgelopen en dan had hij nog 9 onderduikers zitten. Onderduikers? 8 jaar na de oorlog? Ja, dat had hij niet verteld. Wat? Nou, dat de oorlog afgelopen was. Die gasten betaalden allemaal een geeltje in de maand. Dus hij denkt, mondje dicht. Dat heb ik nog wel. En toen is hij naar Spanje gevlucht. Interessant. Dacht ik ook. Misschien dat ik daar dan volgende week wat aan doe. Heel goed, Simon. Maar nou nog even terug naar professor dokter F.J. Schouten, ja? Wie zijn moeder? Ja. Nou, die vent van een kaartje. Oh, ja, nee, hey? Ja. Vrijdag de 13e. Vrijdag de 13e. Ja? 13:13, zegt hij. Ja. Gaat het overal verschrikkelijk stormen en regenen. En dan gaat heel Nederland en heel Europa en zelfs de hele Benelux tot dan de Kaspische Zee aan toe. Kom allemaal onder water te staan. Ja, net als met Noach toen. Noach? Ja, van die ark. Is die ook van Zuid? Zo goed als. Maar die had het dus ook gehoord, dat verhaal. Enkel hij had het weer gehoord van onze lieve heer. Ook, nou ja, ook een soort professor. Ja. En wat deed hij nou wel? Nou, die bouwde een ark, dat is een soort boot, maar dan helemaal dicht. Ja, en dan nam hij van alle beesten, nam hij de 2. Dus olifanten, giraffen, een paar apen natuurlijk ook en zo. Mannetje, vrouwtje natuurlijk. En die duwde hij dan in die boot, ja. En toen het weer helemaal goed was geworden, het was allemaal weggespoeld en zo, toen deed hij die boot weer open en toen had hij dus als het ware het dierenrijk gered, hè? Zo? In een nutshell, hè? In een nutshell? Ja, in een notendop. Met al die beesten? Hallo. Hé. Wat nou? Moet deze jongen niet eten dan? Staat een pitje. Ja, macaroni. Nou dan. Heel Ronel, lust geen macaroni. Lust geen macaroni. Vind ik vies. Mensen in India zouden er een moord voor doen. Ja, we zitten hier niet in India. Oh nee, joh. Nee, gelukkig niet, nee. Nou, ik hoop het. Het is wel heel erg lekker warm, hoor. We zitten hier in Rotterdam, Nel. Ik ben een Rotterdammer en ik hou niet van macaroni. Ik moet een blommige aardappel met jus. Ik ben toch een egoïst? Ik ben een realist. Die bus, hè, die staat nou al een week in de wasserette. Ik heb je die hele week nog geen stuiver in zien doen. Nou, dat zou je niet zien doen ook, want terwijl jij je druk loopt te maken voor eten voor India, worden wij bedreigd door de verschrikkelijke verdrinkingsdood. Joh. Ja, Nel, dat weet jij niet, maar professor dokter F.J. Schouten, als de belofte van het Perceptie Instituut in Eindhoven, die heeft voor aanstaande vrijdag een nieuwe zonsvloed uitgeschreven. Nou, vrijdag? Van de hele wereld, nou, Kuijman, zal niets bespaard blijven. Hé, nou heb ik net de huur betaald. Ja, spot er maar mee. Maar ondertussen schrijft Simon er wel een mooi artikel over in de Bruine Rotterdammer. Simon? Hè? Ja, nee, ik was net bezig met een artikel over het einde der tijden. Dus ik denk, pik de verhaal van Jaap gewoon even mee. Zo is dat. En als je nou verstandig bent, Nel Kuijman, dan halen je het geld van de spaarbank. Dan pakken we alles wat we ermee hebben en dan kopen we een boot. Je gaat maar op het dak zitten. Ja, nee, dat gaan we vanzelf op het dak zitten. Straks, als het water tot aan de schoorsteen staat. Maar dan is het weer, terwijl je met je handen wanhopig vastklampt aan de laatste tv-antenne, hadden we maar geluisterd naar jou, Jaap, want dan hadden we nou in een bootje leggen rond te dobberen. Nel, er liggen zelfs patientjes bij, joh. Ja, joh, de mensen zijn zo enthousiast, joh. Mensen moesten eens weten. Jij en Vlaaflip? Lekker. Lopen zich druk te maken voor eten voor de Indianen, maar aanstaande vrijdag zijn ze allemaal opgevreten door de hongerige haaien.
Een nieuwe zondvloed. Mijn hospita ook, hoor. Die ken je echt alles wijsmaken. Had er vorig jaar had er in de Panorama gestaan dat er een enorme wereldbrand zou komen. Weet je wat ze toen hebben gekocht? Nou? Asbest pyjama. Schrijf dat er gelijk even onder. Komt het ook in de bruine. Pen? Ja. Het ruikt hier weer als wienerborn. Is het ook? Is het ook hier, zeg. Kijk, lamsniertjes van de señorito. Kom oorspronkelijk komt dat dus uit Madrid. Daar schijnen die heel veel te hebben, señorito's. Ze zijn als jonge heren, ja? En die schijnen dit wel heel erg lekker te vinden. Je neemt dus gewoon een panier, die snij je in plakjes. Die bak je in de boter met peper en zout. En dan ui, peterselie, witte wijn. Maak je apart een roem van bloem en boter. Zeer hartelijk recht, goedemiddag. Ja, en die fruit je dan bruin. Dan gooi je er een half liter bouillon bij en wat sherry. Dan nog een blikje doppertjes. Een onsie champignonnen. En die garneer je uiteraard met hardgekookte eieren en een beetje bacon. En dan moet jij eens even proeven. Eet smakelijk, Hendrik. Hen? Zalig! Ja, bordje? Nee, dankjewel. Ja, ik moet korfballen. Dat is dodelijk met een volle maag. Dat is heel jammer, want ik heb ook nog een heerlijke vlaaflip voor je. Korfballen? Trainen. Je moet het natuurlijk zelf weten, Hendrik, maar ik zou mijn vrije middag besteden met het zoeken van een bootje. Oh ja. Iedereen zijn eigen ark. Ja, deze jongen kan niks meer gebeuren. Gelukkig maar. Blijf het chauffeur zelfs behouden. Deze jongen gaat zich een vaartuig aanschaffen waardoor hij zich het vegenlijf gaat redden. Jo. Ja. Die professor dokter F.J. Schouten die had toevallig voor weinig nog een bootje leggen. Helemaal in Eindhoven? Nee, hier in het Malle Gat. Dat is ook toevallig? Ja, dat is zeker toevallig, ja. En dat is met een scheepje, Simon. Daar kan die nutshell van die Noach van jou nog een puntje aan zuigen. Zij die gaan verdrinken, groet u. Enkel, nee, komen. Geef me nou niet. Maar, hoe kom je aan die poen? Uit die melkbus natuurlijk. Huh? Vannacht. Maar was er dan niks in de gaten, Nel? Nee, ik zeg vanochtend tegen haar. Ik zeg, Nel, ik zet die bus wel even voor je beneden. Jij moet de hele dag al zo sjouwen. Zat erin? Heel wat. Tellen. Alsjeblieft. Dank u wel. Hoeveel is het? 1,75, alsjeblieft. Alsjeblieft. Dank u. Stop de rest maar in de bus voor India. Oh, heel graag. Ja. Dank u wel, hoor, mevrouw. Dag. Dag, mevrouw de Leuk. Zo. Weer 3 kwartjes. Hebben we vandaag bijna al een tientje. Tientje pas? Ja, alleen voor vandaag. In totaal hebben we denk ik wel 250 gulden. Oh, zeg nou, vind je ook niet dat de zaak daar wat van moet krijgen? Nee, natuurlijk niet. Nou, die bus die staat wel hier en daarom doen de mensen er geld in. Nou, en? Nou, neemt ontzettend veel plaats in. En je sleept hem elke keer de trap op en af en dat allemaal in de basentijd. Schrijf je eens uit. Het hoeft niet veel te zijn, hoor, nou. 25%. Zus Stokvis, al het geld dat in deze bus wordt gestopt gaat naar Eten voor India. En als jij er met je fik aan durft te zitten, neem ik ontslag. Nou, het was te proberen. Goedemiddag, dames. Dank je. Wassenwatergolven. Zal mijn best doen. Sporten, hè? Korfballen. Oh, mag ik meedoen? Jij blijft hier. Maar ik ben de baas van Nel. Nou, Nel, jij hoeft je nergens meer druk om te maken. Deed ik dat al? Met die zondvloed. Hè, begin jij nou ook al? Jaap gaat een boot kopen. Een boot kopen? Ja. Hij denkt dat hij de nieuwe Noach is. Ja, en waar doet hij dat dan van, joh? Weet ik veel. Riksdaalde Nel, is dat zo'n beetje gemiddeld? Henk, wacht eens even. Doe jij die bus eens open? Kijk jij eens hoeveel erin zit. Nou, een tientje ongeveer. Plus deze dan, hè? Ik had het kunnen weten. Nel. Ik breng die bus wel even voor je naar beneden. Jij loopt de hele dag al zo te sjouwen. Ga naartoe. Heeft Jaap dat geld gepakt? Ik weet nergens van, hoor. Henk, waar kan die uithangen? 13:30 is die net begonnen. Zuidplein, over een minuutje of 10 zo, denk ik. Goedemiddag. Simon.
Wat weet jij hiervan? Alles. Waar is dat geld? Hier. Godzijdank. Nou, stop alsjeblieft terug. Helemaal niet. Hé? Nee, in deze kist, Nel, zit 278 gulden en 21 cent. Daar maak de Bruine Rotterdammer 300 gulden van. Joh. Dat is geen kleine beroerte. Wat wil namelijk het geval? Je Kobus en ik gaan dadelijk om 6 uur langs met dit geld bij professor Dr. F.J. Schouten in het Malle Gat. Wij kopen daar zijn boot, dan heb Jaap zijn ark. Maar waarom in hemelsnaam? Wel, Jaap is er nou eenmaal heilig van overtuigd dat we een vrijdag een nieuwe zonsvloer krijgen. Ik laat hem heel graag in die waan als journalist. Ja, wij lopen komende week helemaal binnen op de losse verkoop. En Nel, je Kobus krijgt een cookie van eigen deeg. Heel goed. Vandaar dus mijn bijdrage aan Eten voor India. Vond je al zo gul, man? Dankjewel. Heb je nog een fotograaf nodig? Heel graag, Hendrik, heel graag. Zus, wij gaan het namelijk als volgt in het garen hangen. Oh, jij bent het. Zijn ze er al? Nee, dat zie je toch. Oh, nou, dat kan niet lang meer duren. Ga jij nou naar binnen, dan roep ik wel als ze komen. Nee, als jij ze aan ziet komen, kom je snel naar binnen. En dan komen we met z'n allen zogenaamd verrast naar buiten. Heel goed, ja. Komen ze? Meiden, daar heb je ze. Jaap Kooijman. Ik wist dat je een egoïst was. Dat je enkel aan jezelf denkt. Dat geen zee je te hoog gaat als het eigen belang betreft. Maar dat je je vergrijpt aan geld dat bestemd is voor de arme mensen in India. Nou, dat is toch wel een toppunt. Jaap Kooijman. Jij maakt met je gedrag de hele RET te schande. En ik schaam me diep dat ik jouw collega ben. Ja, Jaap Kooijman. En het ergste is nog dat er 25% voor mij bij was. Nee, dat het je buurman is. Oh ja, natuurlijk. Ja, Jaap Kooijman. Ik schaam me diep dat je mijn buurman bent. Ja, dat kan allemaal wel wezen, maar deze jongen heb heel goed nagedacht. De zonvloed gaat komen, die gaat de hele wereld wegspoelen, dus ook India. Dus is hier eigenlijk sprake van een geluk bij een ongeluk. Zo is dat. Simon, hoe durf je? Ja, Simon Stokvis, ben jij de man aan wie ik het ja-woord gegeven heb? Simon Stokvis, ik zal er persoonlijk voor zorgen dat jij gerouilleerd wordt van de kegelclub. Jongens, het is gewoon sterker als mijn eigen. Ik geloof hem. Kijk nou eens naar die ogen. Wat een wijsheid, wat een overtuiging. Simon is weer de enige die me begrijpt. Nel, we moeten onszelf redden. Als wij overleven, overleef het menselijk ras. Ja, dat bedoel ik. Maar toch niet ten koste van die arme mensen in India. Die zijn sowieso die pineut. Dat zeg ik nou de hele tijd. Het is allemaal paarden voor de zwijnen. Oh, 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 oh. Ik doe dat ook voor jullie, hoor. Alweer? Alweer, ja. Want jullie mogen allemaal mee. Maar we willen helemaal niet mee. Nee, we willen hier blijven. We geloven helemaal niet in die flauwekul. Flauwekul? Simon, hoor je dat? Luid en duidelijk. Deze mensen zijn reddeloos verloren. Ik ben bang dat jij gelijk hebt. En aan mij leg het niet, want ze mogen mee. Ze mogen mee. Ik ben de nieuwe Noach van deze eeuw. Jaapioe. Simon. Kijk eens even, je komt als het hem blaft. De finishing touch. Hé? De duif. Wat voor duif? Nou, die had Noach ook. Waarvoor? Nou, om te kijken of ze er al uit kon. Waaruit? Uit die ark. Wanneer? Na verloop van tijd. Ik bedoel, je hebt een paar weken hebben je liggen dobberen. En op een gegeven moment laat je dan die duif, die laat je vrij. En die komt er terug met een takje groen in zijn bek. Oh. Dan weet je dus. Nou, dat het water is gezakt. Echt waar? Ja, dat de bomen er weer bovenuit steken. Oh, zo. Ja, ja. 5 gulden, Jaap. Hallo, Simon, kun je bek niet verder open? Kopen, je koopt geen taal voor Noach.
Simon, neem me niet kwalijk. Plus, inclusief Corrie. Kom je naar bed, Noach? Kom je naar bed? Er staat een vreselijke ramp te gebeuren. Ik heb weer eens een vrouw. Ga nu maar rustig slapen, je lijkt Colijn wel. Je had tenminste een zwaarde gulden nog. Welterusten! Ja, 5 gulden. Ja, natuurlijk, Simon. Simon, ik doe geen oog meer dicht. Vanaf vandaag tot vrijdag, de 13e, 13:13, heb ik geen seconde rust meer. Heel verstandig, ik hoop het goed dat ik nou wel lekker mijn nest induik. Fijne vriend, leg je gerust ter rusten. Dankjewel. Ik houd de wacht. Heel graag. Het lot der mensheid is bij mij in goede handen. Jacobus, niet op de een of ander, maar je hebt nog maar een minuutje hoor. Simon, nou, fijne vriend. Deze kant van de ark is voor jou. Voor mij? Ja, of deze kant, maakt mij niet uit. Maar ik ga niet mee. Hé? Nee, natuurlijk niet, man. Ik moet toch overschrijven. De bruine moet maandag al in de winkel leggen, hè? Ja, maar Simon, dan ben je lang omgekomen. Ja, ja, dat risico dat moet ik dan maar nemen, hè. Alles voor de bruine Rotterdammer. Simon, ja, nou ja, dan moet je het zelf maar weten. Ja, Jaap, de donkere wolken beginnen zich reeds samen te pakken. Oh, ja? Ja, doe maar gauw dicht. Ja. Oh, goed dan. Ja, ja, heel verstandig. Simon, zo. Hartelijk dank. Ik zal dit nooit vergeten. Nee, dat begrijp ik nog wel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja hoor. Ja hoor, ja hoor. Ik heb het gezegd. Ik heb het voorspeld. Oh ja, hadden we nou maar naar je geluisterd. Het water staat al tot aan onze lippen. Is this the Caspische Zee? Nee. No. This is the Kralingse Plas. En nou ophoepelen met die boot, anders bijten ze nooit. Toch, Simon? Ja. Proefde deze anders als de vorige keer? Ja, tuurlijk. Een beetje kok, Hendrik. Die blijft aan het experimenteren. Deze was bijvoorbeeld met kalfslever en cognac in plaats van sherry. Ja. Kan nou leien. Zeg dat, Hendrik, zeg dat. Daarom krijg jij zometeen ook niet een gewone vlaaflip, die, zoals jij weet, bestaat uit 2 delen gele vla, 1 deel yoghurt en vruchtlimonade. Maar eentje die bestaat uit 1 deel bruine vla, 1 deel gele vla, 1 deel hopjes vla, zwemmend in den champagne. Zo! Ja. Gefeliciteerd, Jacobus. We hebben nog nooit zoveel bruine Rotterdammers verkocht als vorige week. De hele RET, Jaap, heb er één gekocht. En dat allemaal dankzij jou. Je bent in 1 klap wereldberoemd. Dat noemt ze eigen vrienden. Wat nou? Andersom had ik het jou nooit aangedaan, Stokvis. Lachen, Jaap. Iemand 14 dagen niets vermoedend laten ronddobberen op de Kralingse Plassen, die om te lachen. Hendrik, jij hebt geen gevoel voor humor. Hoe is dat? Oh ja, Jaap. Meneer Harms heeft net nog gebeld. Nee, hè? Niks aan de hand. Niet boos of zo? Wel, nee. Heb ik vreselijk om te lachen. Oh. Nou. Gelukkig dan maar. En dat je 14 dagen niet gewerkt hebt, vond hij ook geen enkel probleem. Niet?
Nou ja, zeg, dat haalt hij gewoon in tijdens de zomervakantie. Tuurlijk. Eén ding begrijp ik toch niet, Simon. Tom? Die professor. Ja. Professor Dokter. F.J. Schouten. Van het Perceptie-Instituut Eindhoven. Ja. Dat is dus een professor. Ja. Nou, dan is het toch niet achterlijk? Zou je denken? Een achterlijke professor. Dat is waar. Maar Jaap. Simon. Die professor, hè? Ja. Die professor Dokter. F.J. Schouten. Van het Perceptie-Instituut in Eindhoven. Ja, die. Misschien is dat wel een oplichter. Oh ja, joh. Dat hij helemaal geen professor is. Niet? En ook geen professor dokter. Oh nee, joh. En dat hij ook helemaal niet werkt voor het Perceptie-Instituut in Eindhoven. Nou, dat lijkt me toch sterk, Simon, want vanochtend had ik hem weer op de bus. Joh. Ja. En ik zeg tegen hem, ik zeg professor, ik zeg... Een mooie ben jij met je zonvloed, hij zegt. Kooijman, zegt hij. Frissen is menselijk en een professor is ook een mens. Dat is waar. Maar, zegt hij, hij zegt, Kooijman, wacht even. Hij zegt, weet je wat we nou op zeker krijgen? Een sprinkhanenplaag. Wacht even, Jacobus. Wacht ja, even. Ja, ja. Momentje. Ja. Ja. Hij zegt dat dus de hele wereld en heel Nederland en de hele Benelux ook... dat die kaal gevreten gaan worden door de sprinkhaan. Ja, ja. Net zoals toen met Nostradamus. Nostradamus? Ja, Nostradamus, met die ballon. Komt die ook van zijd? Zo goed als, ja. Maar die had het verhaal dus ook gehoord, maar dan van onze lieve heer. Nou, ook een soort professor. Ja, ja, en die had dus een hete luchtballon, ja. En die blies die op met zo'n mandje eraf, weet je niet. Ja. En nam die van alle mensen nam die er twee. Dus twee Chinezen, twee Negers, twee Italianen, gaan ze maar door, ja. En toen die sprinkhanen weer weg waren, liet hij die ballon weer leeglopen. En toen had hij dus als het ware de mensheid gered. Ja, ja. In een nutshell, hè. Nutshell? In een notendop. Al die mensen? Ja, wat denk jij? Zou onze professor Dr. F.J. Schouten misschien voor weinig... nog zo'n luchtballon hebben leggen. Simon, ik ga het er meteen bellen.